Op deze mooie stormachtige dag ga ik eens even rijden met de directeur zakelijk van de NS. Over deur-to-deur rijden met de NS. Hoe lang duurt het voordat de NS dat als product aanbiedt? Nou, eens kijken wat hij ervan vindt vergeleken met de trein. Alles gaat automatisch, net als met de trein. Hij rijdt ook zelf, alleen hebben ze daar nog een chauffeur nodig. Jans, kun je even de deur dicht doen? Doe even de deur dicht, heel goed. Ik ga even zo lekker even op de snel. Hans, hoe bevallen de eerste kilometers? Ja, hij rijdt als een trein, zou ik bijna willen zeggen. Als een trein, ja. Nou, doe even die onderste knopje twee keer naar je toe trekken. En met een 80, je mag maximaal 80 rijden. Iets later, ja, nu kun je het doen. En nou handen los. Handen los. Ja, allebei de handen los. Ja. Even vertrouwen hebben in de techniek. En dan nu ja, dat gevoel dat je het aan de machine moet opgeven. En nu gaan we dan zeg maar de... Ja, we zitten dus nu te kijken naar de Autopilot 0,1 eigenlijk. Die dus veel slechter is dan de vorige versie. Hij is nog een beetje dronken. Hij slingert nog een beetje heen en weer. En we kunnen maar 80 rijden, ja. Hoe voelt dat? Ja, het is wel echt een beetje spannend, maar hij schokt inderdaad een heel klein beetje, maar ja, ik vind het wel oké om los te laten. Ik vind het wel mooi dat dat kan, zeg maar. Ja, hoe is dat met de NS eigenlijk? We hebben jullie al testen om op een gegeven moment die treinen gewoon zelf te laten rijden, want het is nog veel makkelijker dan met een auto. Ja, helaas niet, moet ik zeggen. Het is, ik zou dolgraag willen dat we daarmee mee doen. En dat is niet alleen omdat het kan en omdat de toekomst erin gaat. Maar het heeft ook te maken met het feit dat je de operatie veel beter kunt laten draaien. Als je gewoon minder mensen daartussen zit. Dat zijn toch vaak de schakels waarmee iets fout kan gaan. Ziekte, ongevallen, noem maar op. En hand door-to-door met autonomous rijdende vehicles. Over 10 jaar, zie je dat voor je als NS? Ja, ik zie echt voor me dat autonomous rijden gewoon een onderdeel van de OV gaat worden. En zeker in de regionale gebieden. Want in hele druk bezette gebieden naar de files, dat zal een probleem zijn. Nou, is dit iets voor de toekomst? Zo, hoe voelt dit qua toekomst? Ja, dit is echt, je voelt alsof je echt een stap vooruit hebt gezet meteen. Dat is ongelooflijk. Ja, is dit nou over 10 jaar die integratie voor de NS? Ja, ik zou het fantastisch vinden. Ik denk dat je meteen je product stuk zegt.